vriendjes allemaal. Tijd voor een nieuw verhaaltje. Wij hebben het ons hier een beetje gezellig gemaakt. En we lezen vandaag voor jullie de kunstwerkjes van Kippetje. Ben benieuwd. Jij ook? Ja. Kippetje werkt in een enorme grote fabriek. Een eierfabriek. Ongelooflijk hoeveel eieren daar gemaakt worden. Kippetje heeft er 100 vriendinnen en een paar strenge bazen. Zo'n grote fabriek, hè? Werken met eitjes. En elke dag maakt Kippetje eieren. Maar altijd dezelfde. Wit en ovaal. En ze verveelt zich dood in die fabriek. Het is vreselijk om de hele tijd hetzelfde te moeten doen. En daarom maakt ze op een dag een heel nieuw ei. Een ei zoals nog nooit iemand zag. Het is een heel mooi kunstwerkje gevonden, met interessante vormen en opwindende kleuren. En alle andere kippen vinden het ei van Kippetje geweldig. Zie je? Er staan zelfs precies vleugeltjes aan of zo. Dat is een grappig ei. Zie je wat er gebeurt? Jammer genoeg denken de bazen van Kippetje er anders over. En ze gooien haar ijsstuk op de grond. Haar prachtige kunstwerkje. Denk je dat zulke eieren in onze eierdozen passen misschien? Vragen ze boos. Wij willen witte, ovale eieren. Allemaal dezelfde. Hoe denken jullie dat Kippetje zich nu voelt? Kijk maar. Je ziet de tranen in haar ogen staan. Zo verdrietig is ze. En de volgende dag maakt Kippetje weer braafjes gewone eieren. Maar het is geen leven om altijd hetzelfde te doen. En ze vindt het zo saai dat ze in het geheim toch nog speciale eitjes maakt. Maar alleen voor haar vriendinnen. Oh, je bent een echte kunstenares, Kippetje, zegt haar vriendin Kakeltje vol bewondering. Maar de bazen komen te weten dat Kippetje tijdens haar werkuren toch weer andere eieren maakt. En ze wordt meteen ontslagen. Wij willen jou niet meer zien, blaffen de bazen. En Kippetje loopt naar buiten de regen in. Ze is haar werk kwijt en ze heeft niet eens afscheid kunnen nemen van haar vriendinnen. Verloren loopt Kippetje door de straten van de stad. Och, ze rilt van de kou en ze heeft honger. Maar al haar geld is op en het blijft maar regenen. Iedereen gaat lekker naar huis en Kippetje, die weet niet waarheen. Zie je, iedereen gaat naar huis en Kippetje, die staat daar zonder paraplu in de regen. Jammer, hè? Maar om toch iets te verdienen, verkoopt Kippetje haar eitjes op straat. En soms stopt een voorbijganger haar heel af en toe een muntje toe. Of soms wil iemand een eitje van haar kopen. Kippetje voelt zich wel alleen. Ze kan wel huilen. Zie je de eitjes? Ik vind dit het mooiste. Wat vind jij het mooiste? Ja, dat is ook wel. Dat is een speciaal ei. Kijk maar. Wat vinden jullie het mooiste ei? Kijk ook maar eens. Mooi, hè? Op een dag komt er een keurige mevrouw voorbij. Ze blijft staan als ze de eieren van Kippetje ziet. Woe, juffrouw! Jouw eitjes zijn werkelijk prachtig! Zegt ze. Echt waar? Dank je wel, mevrouw, reageert Kippetje. Ik verkoop ze voor 1 euro per stuk. Oh, maar het zijn kunstwerken, liefje. Die verkoop je toch niet zomaar op straat? En weet je wat we doen? Jij komt met mij mee. Het is wel een chique madame, hè? Met haar hoedje erop. Mooi, mooi, mooi. Zou Kippetje meegaan met de mevrouw? Ja, naar huis. Naar haar huis? Het zou kunnen, ik weet het niet. Leonora, want zo heet de mevrouw,
neemt Kippetje mee naar haar huis. Oh, je wist dat al dat het naar haar huis was. En op de gezellig ingerichte zolder van Leonora werkt Kippetje aan haar nieuwe kunstwerk. En ze ontwerpt supermooie eieren. Nog mooier van vorm en nog feller van kleur dan ooit tevoren. Oh, bravo, Kippetje, bravo, zegt Leonora vol bewondering. Ik geloof dat je klaar bent voor een eerste tentoonstelling. Tentoonstelling, weet je wat dat is, een tentoonstelling? Een soort feestje. Een soort feestje, ja. We gaan eens kijken hè, wat dat is, een tentoonstelling. Maar eerst mogen jullie nog eens meekijken naar de zolder van Leonora. Vlak voor de opening van de tentoonstelling is Kippetje bloednerveus. Oh, wat als niemand mijn eitjes mooi vindt, denkt ze bang. Maar het wordt een geweldig succes. En bijna iedereen die komt kijken vraagt of die fantastische eitjes ook te koop zijn. Want zoiets moois hebben ze nog nooit gezien. Kippetje maakt grote kunst, zegt iemand. Zie je, een tentoonstelling, dan worden zo alle eitjes getoond. En dan kunnen de mensen komen kijken. Een beetje zoals onze tentoonstelling in de klas. En nu kent de hele wereld de eieren van Kippetje. Ze is een beroemde kunstenares en ze is al lang niet meer arm. En op een mooie ochtend komt Leonora haar opzoeken in haar nieuwe atelier. Zo, Kippetje, laat me je nieuwe prestaties maar eens zien. Je pareltjes. Wel, zegt Kippetje, ik heb eigenlijk geen nieuwe eieren. Ik ben de laatste tijd bezig geweest met een ander project. Oh, dat zou ik wel eens willen zien, zei Leonora nieuwsgierig. En hier kan je zien in wat voor een prachtig huis Kippetje ondertussen woont. Ze is niet meer arm, hè? Wat denk jij? Nee, hè, zo'n chique huis. Dit is een superrijk. Ja, superrijk. Zo'n villa. Oh, dat zou ik ook wel willen. Oh, Kippetje heeft kuikentjes gekregen. Tientallen schattige felgele kuikentjes. De deur van hun kamertje gaat nog maar net open. Of ze verdringen zich al piepend om hun mama. Kijk, zegt Kippetje ontroerd. Dit zijn mijn nieuwste creaties. Oh, wat zijn ze prachtig, roept Leonora verrukt uit. Ja, zucht Kippetje. Ze zijn het mooiste wat ik ooit gemaakt heb. Voilà, het verhaaltje is uit. Vond jij dat ook het mooiste dat Kippetje ooit gemaakt had? Ja. Ik ook. En jullie? Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Dag! Tot volgende keer!